laatste stap naar mijn leven op orde hebben. Dat is deze kamer. Karma, ik ben. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Oh mijn god, vandaag is een hele spannende dag. Want vandaag ga ik mijn leven ordenen. En dat zeg ik al, ik weet niet hoe lang. Het is echt een soort van mijn persoonlijkheid geworden. Altijd als mensen vragen hoe het gaat, zeg ik ja goed, ik ben lekker mijn leven aan het ordenen. Maar mijn allerlaatste ding wat ik nog in mijn leven moet ordenen is mijn kantoor. En jullie gaan schrikken. Dat zeg ik alvast. Maar ik heb hulp ingeschakeld. En niemand minder dan Julia. Hi. En Julia die heeft er volgens mij heel veel zin in. Ja, oprecht. Ik zei al, Julia gaat schrikken. En ze stond zo, oh mijn god, ik heb hier zo'n zin in. Toen ze naar mijn troep keek. Dus er heeft in ieder geval iemand zin in vandaag. Wij gaan zo meteen naar de Action, naar IKEA. En daar heb ik weer heel veel zin in. Want we gaan allemaal organizing dingen kopen. En ik hou van winkelen. Ik ga jullie de before laten zien. Ik ga zo meteen aan Julia vertellen hoe ik het een beetje voor me zie. Ze is steeds te denken aan die troep die op de tafel en op de grond ligt. Maar ik heb natuurlijk nog kasten vol. Ja. Kamer vol en een vloer vol. Ja, ja. Want waar is het oud papier? Ja, wel hier vlakbij. Ja, ik heb ook nog heel veel dozen. Daar moeten we ook nog heen. Ik hoor Julia uit mijn kamer roepen dat ze zo'n zin heeft in een chocoladeletter. Het is midden januari. Ik heb nog steeds chocoladeletters hier slingeren. Oh, je bent de before's nog steeds aan het filmen. Ja, ik dacht ik neem nog wel extra shots. Maar... ja, nee, meid, genoeg before shots hier hoor. Julia, wat zijn jouw gedachten? Ze hebben het nog niet helemaal gezien, maar wat zijn jouw gedachten? Wat gaat er door je hoofd als je hier staat? Ja, ik ben denk ik heel raar, maar ik denk dan van yes. We kunnen heel veel doen. We kunnen veel... veel papier wat gewoon al uit die kamer moest. Dozen, tassen, ja. Verpakkingen. Kan ja. Allemaal weg. Kan allemaal weg. En dan zijn we al weer een hele stap verder. En ik ben daar gewoon excited. Dan kom ik het leukste stukje uitzoeken. Van wat mag weg? Wat wil jij aan anderen geven? Wat kan letterlijk in de vuilnisbak? Ja. Wat is jouw daily make-up? Moet daar staan. Ja. Wat doet een of andere random ding hier, zeg maar? Dat allemaal. Ja, dat kunnen we, die vraag kunnen we vaak stellen. Ik zal jullie even een before geven, jongens. Hou je tijd. Prepare yourself. Disclaimer. Het is natuurlijk niet dat mijn hele huis zo is en dat mijn leven in puinhoop is. Enige wat in puinhoop ligt, en daar zeg ik dus laatste stap naar mijn leven op orde hebben, dat is deze kamer. Oké, okay, daar gaan we. Oké, okay, we staan hier binnen. En... dit is het, jongens. Nou, het valt mee, toch? Nee, maar dit is de before. En ik heb al een beetje aan Julia verteld hoe ik het voor me zie. Maar ik zal het nu nog even één keer vertellen. Kijk, ik heb hier een nieuwe kast. En hij is helemaal leeg. Dit wordt mijn PR-kast. Dus we gaan ook zo meteen naar Action, IKEA, al die winkels. Om mooie bakken te halen. Dus dit moet even schoon en moet even opgemeten worden. En even, ja, dan gaan we even kijken wat voor bakken we gaan kopen. Dan gaat dit bureautje sowieso pleiten, want het neemt mij veel te veel ruimte in en ik heb er niks aan. Deze kast hier ga ik neerleggen, dus ik ga ook kijken voor mandjes voor in die kast. Want dat is ook leuk om iets als achtergrondje te hebben als ik hier weer ga filmen. En dan kan ik daar dingen opleggen en heb ik eigenlijk meer ruimte ook gecreëerd, omdat ik dan... hier manden dan heb staan. Dan hebben we hier een heel groot probleem. Dat is deze tafel. Maar het komt, weet je, ik kwam dan binnen in deze kamer. Het was hier al zo'n troep. Dan legde ik het gewoon neer op tafel en ging ik hier weer weg. Want dat is een beetje wat deze kamer is geworden. Echt een opslagruimte slash washok. Al deze dingen, dat is letterlijk een shoplog wat ik dan hier gewoon neerzet. En hier heb ik dan mijn was staan en mijn wasmanden. Die heb ik dan nu uit beeld. Dus dat hoekje, dat wil ik ook vrij laten daarvoor. Want dan hoef ik dat niet meer in mijn woonkamer. Daar in die kasten heb ik dus heel veel wat ik echt, echt gebruik. Douchegel, tandpasta, shampoos, weet ik veel. Dat soort dingen. Parfummetjes. En ik zal jullie ook hier even een kleine overview geven. Skincare. Heel veel skincare heb ik. Dit zit vol. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Alles, weet je? Alles zit vol. Dus ja, en hier zit van alles. Dus ja, dit is eigenlijk de before. En ik weet zeker dat dit echt fantastisch gaat worden. Even kijken hoe ik erheen ga lopen. Ja, echt breek je enkels niet trouwens. Maar misschien moeten we nog iets vasthouden met extra zooi. Hier.
Ja, dat kan ook. Ik heb ook wat vast. Ik heb hier nog een bootybag van 2 maanden geleden. Ja. Ik weet niet wat ik wil doen. Of ik doe even zo. Dat is een leuke doos. Ja. Had je dit al uitgezocht of zit dit gewoon random? Ik heb hier wel een leuk verhaaltje over. Ik heb vorig jaar, heb ik het allemaal in de woonkamer lag het gewoon. Heb ik in deze doos gedaan, heb ik die doos in mijn kledingkast gedaan. Lag het daar een jaar. Ik viel bijna. Toen lag het een jaar in mijn kledingkast. En toen heb ik het uit mijn kledingkast gehaald, hier neergelegd. Nooit meer nagekeken. Nooit meer nagekeken. Oh ja, en trouwens, ik wil dus deze tafel die hier staat. Deze tafel, ik wil hem niet meer zo, maar ik wil hem eigenlijk zo. Het is echt veel ook. Ja, lieverd, kijk even om je heen. Het is allemaal veel. Ja, maar dat je nog niet eens gekeken hebt, ik vind het zo amazing. Julia is nu al afgeleid. Ja, Julia, maar... we hebben doelen te behalen. Sorry. wij zijn net bij Action geweest. We gaan zo naar IKEA, maar we gaan uiteraard nog eerst langs McDonald's. We hebben allebei even een wrapje. Ik moet zeggen, deze winkelsessie viel me al zwaar. En we moeten nog zoveel doen. We moeten nog beginnen. Carmack Bay! We hadden er net over dat normaal gesproken, zeg maar, als we een paar jaar geleden zo'n dagje hadden, dan zouden wij en mukbang doen, en get ready, en dit, en dat, en zus, ja, en zo, echt. En 6000 video's filmen. Maar wij zijn een stukje ouder geworden en dat gaat hem niet de meer De tijden worden. Zijn veranderd. Dus dit is even geniet hiervan, want dit is uniek. Wow, ik had echt zo'n droog hap. Ja, die eerste hap is heel vies. Ja, ik zie er al tegenop. Ik liep door die Action net. En ik ben ook ongesteld. Dus ik voelde zo al mijn bloed in één keer zo. Pssoe, werd gewoon niet goed. Ik heb even een Action shoplog opgenomen. Voor het kanaal van Action Nederland. En ik ga even kijken. Oh, deze turkleid. Ik ga even kijken wat Jo allemaal aan het doen is. Oh, ze heeft ook nog een string gevonden van mij. Oh mijn god. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Joh, je hebt het hele huis al gedaan. Ja, ik heb een beetje een tempo. Wow. Wow, het is eigenlijk goed zo. Het is klaar. Nou. ik zie die lege tafel en ik denk wow. Nou, Julia is er eigenlijk al klaar mee. Waar is deze dop van? Kijk, je hebt hier 2 doppen. Oh ja, je gaat nog zoveel meer doppen vinden hier. Oh mijn god, dit heeft ze echt heel snel gedaan. Echt in 10 minuten. Nou, het lijkt wel alsof ik wederom aan het verhuizen ben. Dit is een gedeelte van de afval wat ik weg ga brengen nu. Julia is even aan het stofzuigen. Het is echt chaos. Oh, Julia is er helemaal klaar met mij. We hebben net even gegeten. Dat ging dramatisch trouwens. Want het was helemaal aan het lekken en zo. Maar ik kreeg net een preek van Julia dat ik veel sneller... Geen preek! Ik moet van Julia veel sneller gaan werken. Ja, want wij komen hier nooit doorheen. Het zijn zoveel producten. Ik probeer het al op categorie. Kijk, dit is zwarte wenkbrauwgel. Dat ga jij gewoon niet gebruiken. Nee, dat ga ik inderdaad niet gebruiken. Heel goed. Maar ja, dat is dan 1 ding. Is het zo vol? Oh ja, maar dat is het ook. Ze sturen altijd 28.000 kleuren op. En dan denk ik, ja, ik weet zelf toch niet eens... Wat voor wenkbrauwen ik heb. Anyway. Oh, maar ik heb hier echt nog. Ja, ik heb echt elke kleur van mijn regenboog. Oh, kijk, deze heb ik al open. Oh, hij is leeg. Cool as warm. Ja, dat is... Zal ik deze bewaren? Ik ga het een keer proberen. Dit gaat in de PR. Ik vind die heel goed hoor. Ja? Ja. Oh, ik had een bakje met haardingen daar en daar. Nu hebben wij skincare. Het is gewoon vrij heftig intens wat hier allemaal is. Oh, dit is, ook, oh, dit is mijn kleine Gucci. Ja, geen idee waar het aan kan, maar... Dit ruikt echt naar Dubai. Deze had ik mee naar Dubai. Ken je dat? Dat je dan iets ruikt en denkt... Het brengt je echt terug naar een moment. Hier heb ik nails die... Ja, oh ja, dat zocht ik voor nieuwjaar. Dat was zo'n glitter haarspray. Nou, heb ik het gevonden met nieuwjaar? Nee. Volgend jaar ga je het weer niet vinden. Nee. Jawel, jawel, want dan ben je georganiseerd. En maar als dit straks georganiseerd is, joh, wat ga ik dan doen? Nou, dan heb je nog een hele kledingkast om te doen. Ja! Dus ik kijk in mijn kledingkast en ik vind persoonlijk mijn kledingkast wel gewoon prima meevallen.
En zij zei al, oh, nu doe jij als ik het gezien. Het ook organiseren. Ik... Ja, maar enthousiast. Ja, klopt. Nu doe jij alsof ik heel gemeen zat te judgen. Ik dacht van, oh leuk, dit kunnen we ook nog opruimen. Ja, oké, dat is wel zo. Dat is wel zo. Maar goed. Oeh, ja, dit vind ik zo mooi. Oh, dat is een face primer. Ik wil het binnenkort gebruiken in de video. En dit ook. Oké. Ik ben helemaal en dat is dus heel goed. Ja, dat is wat je moet doen. Hier doe ik en dit wil ik ook voor een video binnenkort. Oké. Ik ben helemaal. Dit is waarom je de producten moet zien, want dan krijg je inspiratie voor. Dat is echt zo. We hadden een bakje met Rimmel. Even kijken. Ja, ja, ja. Die is hier. Dit was zo'n goede mascara, joh. Oké. Ja, dat vond ik echt fijn, maar hij is op. Oké. Top. Top, top, top. Nu heb je weer een nieuwe. Wat zei jij nou net? Ja, als je 10 mascara's hebt, dan... Huh? Wat zei je? Je zei iets over mijn 10 mascara's, ik weet het niet meer. Nou, zo zitten we dan nu nog tot 2 uur 's nachts, denk ik. Maar ik zal even een kleine overview, een update geven. Want het schiet aardig op. Ja, we hebben eerst had ik alles leeggemaakt en nu... Het is alles weer vol. Het is weer vol. Maar anders kan je niet alles goed uitzoeken. Nee. Maar het gaat mooi worden. Het gaat heel mooi worden. Oh ja, de planken moeten er nog in. Deze bakken hebben we van Action. Wow, dat was een hik. Jongens, het is de volgende middag. Ten allereerste, ik kan niet meer. Ik kan letterlijk niet meer. Julia kan ook niet meer. Wij zijn allebei moe en hersenloos. Maar wat een werk hebben we verricht. De meeste, zeg maar, behind the scenes ga je echt zien op Julia, haar kanaal. En ik heb meer een beetje, wat heb ik eigenlijk allemaal gefilmd? Geen idee. Maar bij Julia zie je echt veel meer hoe Julia in actie is. Jongens, ik ga een after laten zien. Maar er komt nog een after van een after. Want ik moet hier nog een aantal dingetjes doen. Want het moet natuurlijk eerst veel erger worden totdat het beter wordt. Ik heb bijvoorbeeld hier om te beginnen nog een hele hoek vol troepjes. Maar dat maakt niet uit. Dat moet ik eigenlijk allemaal even een ander plekje geven. De washok blijft hier. De lampen gaan hier allemaal staan. Dit moet gewoon weg. De was moet gedaan. Dan heb ik een plant gekocht. De stoelen zijn hier omgewisseld. De tafel staat anders. Kijk nou, dit rekje van IKEA is fantastisch. Dit zijn mijn everyday make-upjes. En dan kan ik dat ergens anders neerzetten waar ik het ook maar nodig ga hebben. De kasten zijn fantastisch opgeruimd. Ik ga het nog laten zien. Ziet er ook fantastisch uit. Met bakken. Met nog heel veel vrije ruimte. Even kijken. Deze zwarte bakjes komen van IKEA. Deze komen van Action. En dit is echt nog make-up. Zo van PR waar ik nog mee wil filmen. Daarnaast zijn er 3 volle vuilniszakken aan beautyproducten volgens mij weggegaan. 500 kilo oud papier is weggegaan. Dus het is echt, het is niet normaal wat hier allemaal weg is gegaan. En dan dat kastje die stond, die ligt nu. Deze heb ik bij IKEA gisteren gehaald. Leuk zo, beige. Hier ga ik dan een weekplanning maken, denk ik. Een sieradendoos. Wat parfummetjes. Ja, het is echt fantastisch. Ik moet hier alleen nog wat in doen. Geweldig. Echt, ik ben... Oh. Kijk, dit plantje heb ik net bij de Jumbo gekocht. Ja, dit is echt te gek. Dus ik laat aan jullie nog de binnenkant zien van de lades en zo even beter. Maar eerst gaat die plant staan. Wow, ik kan ook niet meer praten. Ik ben zo moe, echt in mijn hersenen, oh, ongelooflijk. Oh, ik was zo benieuwd. Ik heb eigenlijk een potje nodig. Ik weet eigenlijk niet of ik hem wel zo mooi vind. Kijk, hij zat zo verfrommeld in die doos natuurlijk. Maar ik denk dat het nog goed komt. Ja, want ik zit even te kijken of ik hem wel heb. Maar ik weet niet of ik hem wel zo leuk vind, überhaupt. Want ja, is hem niet. Oké, okay, ja, nou, vergeet wat je van deze plant zag. Want het gaat terug. Jongens, het is een paar dagen later. Ik heb de kamer al een paar dagen
misschien wel een week zelfs, gebruikt. En ik dacht, ik laat jullie de after zien. En ik kan er meteen vertellen, werkt het niet. Dus dat is in ieder geval top. Ik ben zo blij. Als allereerste, we gaan die kant niet eens op kijken. Dat is echt mijn washok, prima. Het is nu hoe dat eruit ziet. Ik heb deze stoelen hier naartoe gebracht. Want ze stonden eigenlijk in de woonkamer. Maar nu omdat de tafel anders staat, kan ik hier geen 4 stoelen meer kwijt. En ik ben eigenlijk heel erg blij. En ook met die 4 stoelen in de woonkamer ben ik ook heel erg blij. Mijn allerbeste aankoop van mijn leven is absoluut dit karretje. Ik vind dit zo handig. Dit vind ik geweldig. Dan heb ik aan die kant een lamp staan en aan die kant een lamp staan. Oh, hier was ik. Geen idee wat ik aan het doen was. In ieder geval, hier staat mijn telefoon. Ik kan hier lekker opnemen. Ik heb hier letterlijk alle ruimte. Wat ik dus nu heel chill vind, is dat ik dus daar een soort van TikTok hoekje heb. Heel blij met die kast. Overal zo ongelooflijk blij mee. Super handig dat er zo 3 naast elkaar kunnen. En ze zijn ook doorzichtig, dus ik kan heel snel kijken wat erin zit. Het zijn gewoon lege tasjes die ik kan gebruiken voor mijn vriendinnen als ik ze beauty dingen meegeef. Want ik heb dus, zoals ik al had laten zien, heel veel uitgezocht. Ook natuurlijk ontzettend veel weggegooid. Maar ook heel veel dus nog voor het uitzoeken. En verder wat er natuurlijk, wat echt misschien wel het allermoeilijkste was van alles, waren die lades en al die producten uitzoeken. Dus ik ga jullie even een snelle overview geven. Hier zijn wat uitgezochte producten. Hier ook. En hier ben ik ook mega blij mee, want al mijn make-up zit hierin. Echt alles wat ik qua make-up heb. Alles. Helemaal per categorie, dus super handig. En dan hebben we hier wat skincare, wat foodcare, handcare, tandcare, skincare. Dan hebben we hier zelfbruiners, body lotions, douchegels, random dingen, testen. En even kijken, dit is volgens mij mooiste laadje wat Julia heeft gemaakt. Dit is ook zo Julia, die alles zo mooi gaat uitstallen. Nou ja, fantastisch. Allemaal minis, helemaal mooi georganiseerd. Dus echt prachtig. Hier heb ik nog wat gezichtsmaskers. Hier kan ik dan even tussen gaan zoeken. Dan heb ik hier nog meer minis. Ik had heel veel minis hoor. Allemaal dingen voor op prijs. En hier heb ik wat haarproducten. Maar ik heb ook heel veel haarproducten in mijn slaapkamer. Omdat ik daar het vaakst mijn haar doe. Echt ongelooflijk blij. Ik kan jullie letterlijk niet uitleggen hoe blij ik ben. Het is fantastisch. Ik ben hier nu zo vaak te vinden. Het enige wat ik dus weer hoor is dat ik wel echt een echo heb. Ik heb wel echt gordijnen nodig, want volgens mij zou het met gordijnen dus meevallen. Want anders is het nog steeds niet mega chill. Wel als ik zeg maar de deur open heb, dan is het nog wat beter. En met wat nabewerking in de bewerkingsprogramma, dan is het prima. Maar het klinkt nog steeds niet geweldig. En dat probleem heb ik hier eigenlijk vanaf het begin gehad. Dus dat is het enige. Maar voor de rest ben ik zo ongelooflijk blij. Echt Julia 10.000 miljoen keer bedankt. Want als zij er niet was geweest jongens, ik zou hier denk ik 5 weken mee bezig zijn geweest. En nu was dat echt even doorpakken en het was heftig. Maar het is gelukt, snap je? Dus dat ik denk van, oh mijn god, dit was ja geweldig. Dus ik ben heel erg blij. Anyway jongens, dit was even mijn tour en mijn opruimen en mijn getting my life together. Nog niet klaar, maar het komt wel goed. Ik moet nog kledingkast doen, zoals ik al zei, en ditje en datje. Maar het komt allemaal goed. Dit was de allergrootste uitdaging en die is klaar. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval niet leuk om te doen. Nee, ik ben heel blij met het eindresultaat, maar het is gewoon heel erg veel werk. Ik hoop ook dat jullie misschien gemotiveerd zijn en geïnspireerd zijn geraakt om hetzelfde te doen met jullie rommelhok. Weet je, pak het gewoon aan. Doe het. Pak het en doe het. Anyway jongens, ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!